van vroeger een bel op RTM, maar dat is een. Dat is een paar jaar en zo. En met de kleintjes en zo. Ja, dat is gewoon van vroeger thuis uit. Ik houd er een kruisdeel klep op. Thank you.
wissels, dit zijn sein. Ja, en wat deed je hier dan mee? En dat is communicatie tussen de stations. Ah, okay. Ja, dit functioneert niet omdat de omliggende stations het niet hebben. Mm-hmm. Dit gebruiken, werkt. Dat werkt niet. Ja. En hoe wordt die wissel dan gespannen? Nou, hier gaat hij met kettingen, onder de grond worden dat kabels. Dat gaat heel. Ja. Ik denk 150 jaar geleden werden de wissels lokaal verdiend hoor. Niet door dit soort toestellen. Ja, en tegenwoordig doen we het met heel veel vrijwilligers, maar het zal met arbeid. Hij doet dat allemaal met heel veel.
Ja, maar niet voor niks. En hij is 60 vol. Hij wou u filmen. Ja, ik ben hem bijna kwijtgeraakt. Maar de vergunning. Even van de voorkant. Hop. Hier. Zo, Herbert, laat je me schrikken. Lipsie, hallo. Hi, goedemiddag. Goedemorgen, inderdaad. Kijk, hier zit ik voor. Hé, open het volume staan. Er klonk een sterke windslag en het huis zakte nachtmat in. Een licht gerimmel en een grote plons. Daar ging de grote lamp. Ze moesten voor wegduiken onder een trede. Nog meer dingen vielen naar beneden. Het meeste zonk naar de vloer. Want mijn oom die had ook nog bedsteden in huis. Wildlederdressing. Liggen de baby's daar? De kleintjes, de onderdeurtjes sliepen onder. De baby's sliepen in hier, in het hokje. Ik dacht dat dat verschoen was. Dat is wel grappig. Ja, is ook iets van kaffertje. Waar de iPhone was. Kom op, ja, ja, daar is geen elektra, dus dat valt dan allemaal niet mee, hè? Oh, nou, in lekker. Toen kreeg de brood er weg en volgens mij hebben wij hier. Ja, een lekker hadden we. Het maar is, we dit is een aantuiging met de televisie. Dat je als je in het buitengebied. Had je ook direct geen kabel, dan moest je een schotel. Zo ging dat ook met het elektra. Het was 1917 dat op Zoutkamp, waar dit huis vandaan komt. Hebben ze het huis geplaatst dan of zo? Ja. En toen kreeg je ook maar één aansluiting per woning. En dat was waar je leefde. Dit was de mooie kamer, daar zat je eigenlijk niet. Je liep alleen maar door. Mooi zo, goed dat u dat hebt verteld. Vader en moeders die sliepen door. En toen in de jaren 60, 70 onze economische winst. Toen moesten dergelijke huizen zo het is een huis hier als het groep werd. Nee, je moet alles strakken en modellen. En toen waren we hier net op. Gebouwen hebben ze toen heel veel bedsteden mee betaald. Maar ik zeg ze zijn wel kort. We zijn er bij Jannetje, we zijn bij Jannetje geweest. Hè? Jannetje heet zo. Jannetje. Die stuurt ons hier naartoe. Ja, maar Jannetje, straks gaat er commissaal weg. En jij kan misschien wel eens commissaal komen. Ja, ja. Hij werkt trouwens, nou, hij werkt trouwens wel bij het spoor, dat ken ik niet. Nee, dat doen we niet. Maar waar moet ik nu verder heen? We zoeken naar een kamertje. Daar, Lubbert. Lubbert, daar zit dat. Oh, maar dan werk wil ik ook wel Lubbert doen. Ah!
kom, nummer 1. Ik zal er wel nummer 5. Zo. Het kan net zo heel groot zijn hier, anders past niet alles erop. Dit is een zoetkandij. Zwarte kalm. Hier vooraan hangt er nog een. Ja. Donker. Oh ja. Dit is suikerappeltje, dat hoor je al aan de naam. En die stop je echt af moet houden. En dan had je de boontje. Deze zijn al te droog. Past. En dat was warm. Ben je een bonensoep aan het maken? Vraagt hij mevrouw. Een bonensoep? Ja, er zitten bonen in. Ja. Oh, er zitten stokstijnbonen in. En een deel met een mooie paarse bonen. Ja, ik zag het, ja. Dat is niet van dezelfde middag. We houden vaart, hè. Ja. 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 Dan moet je tussendoor. Ik ben aan het doen met het ding, Bas. Dit is even een apparaat. Goede kosten, de eerste koffie van de eerste trekker van de tweede trek. Of de thee van de eerste trek. Nee. En jij voor één dag in tien? Nee, een hele week. Leef je een hele week? Hij blijft, ja. Hele week. Hij werkt bij het spoor, hoor. En? Ja, dan moet hij dan naar het spoor terug. Ja, maar hij heeft voor de hele week wil hij blijven. Nou ja, als je weg gaat met aanwezig, dan moet hij betaald voor de hele week. Daar trek je doorheen, dan blijven al die schilfertjes achter. En dan heb je de vezel. En daar ging het om. Die binnenkant, die draadjes, die gaat in vlastouw. Dat is heel ruw aan de handen. Je krijgt bladen en splinters. Maar het is voor de boer bruikbaar voor de koeien. En die duurt de zakken ook. Dus dat ging veel naar de. Kijk eens voor je.
Kom mee. Schoon even kijken. Hij kwam bij mij om taal te zitten. Zo was hij. Twee keer koffie. Vrij meeting. En op een gegeven moment, ik zeg tegen hem, we praten over het programma van Nederland Bakker. Ik zeg maar, ik heb een programma maken van een Nederland Eet. Ja, die zal al sinds de jonge man dat er zit. Ja, ja, dat is maar zo. Nou, dat is weer een kort mee. Hoe gaan we zijn? Nou, ik denk dat ik voor de hele bus praat. Praat gaat zat, ja hè? Ja. Nou, en de rest van de commissie riep. Zo goed dan. Maar Willem, je hebt echt heel goed gesproken en heel goed gedaan. Dan wil ik wel eventjes bedanken. Ik krijg straks een parapluie. Mooi parapluie. Nou, jij niet even naar een papa. Dus je vindt gekregen, dus ja, het zit goed, hè? Nou, jongens. Ik wil jullie bedanken. Allemaal wel thuis.